Het dorpshuis in Waddenooijen gaat er niet komen. De plannen die men had worden niet gerealiseerd. In plaats daarvan wordt de school nu verder aangepast, zodat allerlei organisaties gebruik van de verbouwde school kunnen gaan maken. Er komt in de school een prachtige accommodatie waar ook het dorpshuis, de dorpsvereniging gebruik van kan maken. Net zoals andere verenigingen in Waddenooijen. Dus dat wordt gefaciliteerd binnen de school. Maar daar was van oorsprong 3 ton voor besteed, voor het dorpshuis zelf. Dat budget is verschoven naar de verbouwing van die school. En het dorpshuis zelf, althans die organisatie, praat je over Leefbaar Waddenooijen, zijn teleurgesteld. Nou, er was een budget beschikbaar voor zowel de school als het creëren van een ruimte waar het dorp gebruik van kon maken, na schooltijd als het ware. Er is gekeken om daar nog een aparte ruimte van te maken voor de dorpsvereniging. Dat was budgetair helaas niet mogelijk. En vandaar dat we alle partijen in overleg ook met de school hebben besloten dat het goed was om binnen de school een ruimte te creëren, multifunctioneel, waar alle partijen gebruik van zouden kunnen maken. Maar die dorpsvereniging is daar nu niet happy mee. Nou ja, dat is de keus om daar dan wel of niet gebruik van te maken. Nogmaals, het aanbod ook van de school staat open om daar wel gebruik van te maken. Dus als ze zouden willen, dan kan het nog steeds.